Het geven van de verhogingen aan de sociaal zwakkeren en de meest kwetsbaren in de samenleving moet gebalanceerd plaatsvinden, meent minister Armand Gijbersing van Financiën en Planning. We spraken hem maandag na de nieuwjaarsrede van president Santokki voor de Vereniging van Economisten in Suriname. Daarbij kondigde het staatshoofd aan dat er extra aandacht voor deze groepen komt in 2022. Het niet gebalanceerd invoeren van verhogingen kan ertoe leiden dat de economie weer scheef gaat groeien. Gijbersing zegt dat hij samen met zijn collega van Economische Zaken werkt aan de prijzen in de winkels, maar dat ze niet alles zelf in de hand hebben. Maar mijn collega heeft ook eerder in persuitingen aangegeven dat wij niet alles zelf in de hand hebben. Wij worden ook geconfronteerd met importinflatie, zoals men dat noemt. Je zult gelezen hebben dat de inflatie in Amerika en in Europa en Nederland relatief hoog is het afgelopen jaar. Nu gelukkig niet op het niveau zoals wij dat hebben, maar wij komen ook uit een behoorlijke crisis. Maar als je praat over een inflatie van 5% in Nederland, dan is dat bijna te vergelijken met wat wij hebben. Dus ja, we proberen de prijzen stabiel te houden, maar we hebben dat niet altijd zelf in de hand. Minister Gijbersing blijft bij zijn eerdere stelling dat er veel belangstelling is van investeerders voor Suriname. We hebben ze inderdaad niet allemaal gezien. Er zijn enkele die hier bezig zijn. Zoals? Voorbereidingen te treffen. Nou, de investeerders in energie, die zijn er. De investeerders die willen investeren in infrastructuur, die zijn er. Maar het vergt wat voorbereiding. Maar ik verwacht dat het jaar 2022 toch wel wat dat betreft een beter jaar zal zijn. Ook de minister van Financiën en Planning zegt dat het ergste van de financiële-economische crisis achter de rug is. We zijn nu in de fase dat we gaan werken aan groei, besluit de bewindsman.